dan kun je bij haar inschrijven voor de laatste. Ik heb het binnen nog niet. Dat vind ik ja. Ik ben echt blij dat ik die conflictvrij was, die Fairphone heeft gebruikt, die heeft Philips ook gebruikt. Die hebben ze in een Mexicaanse fabriek tot solderen gemaakt en die gebruiken ze nu voor assemblage. Ik verwerk voor de PvdA als directeur van het partijbureau. En tenslotte heb ik bedaan. Hoeveel had je een jaar over? Economisch. Ja, dat kan wel. Zelf tegenaan gaan trappen, de luizende pijls zijn, moeilijke vragen gaan stellen. Minder ja maar, meer ja en. Ik denk dat iedereen bij kan vragen of dat dan van het begin af aan is of van bovenaan. Dat kan. Wij hadden een heel moeilijke vraag, waarvan we nog altijd niet weten of ons antwoord een antwoord is op de vraag. Maar de vraag was: welke maatschappijveranderingen zijn nodig om de economie duurzamer en eerlijker te maken? Met kernwoorden, maatschappijveranderingen, duurzamer en eerlijker. Gaan we veel meer campagne voeren? Blijft het een boos opinieartikeltje dat er iets moet veranderen? Of gaan we gewoon een confrontatie aan? Heel veel studenten die weten wel het een en ander. En sommigen, en het zijn er ook steeds meer, die worden dan ja, sociaal ondernemer of duurzaam ondernemer. Wat echt een fantastische movement is, denk ik. Iets van deze generatie die meer kijken, ik ben afgestudeerd. Okay, ik ga niet bij Unilever, ik ga niet bij Shell werken, maar ik ga zelf kijken wat ik kan doen. En dat heb ik eigenlijk weinig gehoord vandaag, dus ik ben benieuwd hoe jullie daar. Nee, ik denk dat dat hartstikke goed is. Ik bedoel, ik denk dat er een aantal groepen mensen zijn. Er zijn gewoon groepen mensen die zeggen, nou, meer, zoals jij, ik wil.